HLF-groep en heb mede Meet & Match dit jaar georganiseerd. Meet & Match is nu 3 jaar, voorheen was dat de beursvloer, maar die naam willen we eigenlijk vergeten, omdat dat toch al een aantal jaren niet meer is en dit een nieuwe setting is. Meet & Match vindt nu 2 keer hier plaats, dus voor het tweede jaar. Het jaar daarvoor was bij in de pannenkoekenboot. En het enige wat nu een beetje anders is, want het zijn allemaal netwerkrondes, hebben we nu 2 experts ingehuurd. Over de onderwerpen waar eigenlijk de meeste vragen over waren vanuit de organisaties. En dat is werven van vrijwilligers en communicatie. En die experts die gaan dan ook in 2 rondes wat dieper in op de materie. En in de expertronde, zeg maar, worden de organisaties in de gelegenheid gesteld om specifieke vragen te stellen aan hen. Ja, wat hun aangaat over dat onderwerp. Zodat die expert daar gewoon direct antwoord op kan geven. Ik ben Marleen van Engelen, ik ben marketing- en communicatieadviseur bij de Rabobank. En u bent namens de Rabobank hier om? Nou, wij zijn gevraagd door labgroep om iets te vertellen over communicatie en waarom. Wij zijn ook altijd partner geweest bij de beursvloer, zoals die vroeger was. En ook hieraan brengen we graag een bijdrage op deze manier, een hele andere manier, maar... Ja, voor ons, voor mij in ieder geval, omdat het mijn vak is, een bijdrage waar ik heel graag iets leer aan andere mensen. Wat je ziet is dat mensen met dezelfde problemen zitten eigenlijk als je kijkt naar communicatie en het werven van vrijwilligers. En dat ze elkaar nu ook wel tips gaan geven en elkaar opzoeken van hey, misschien moet je het zo doen en misschien moet je het zo doen. Dus ik denk dat dat al matches op zich zijn. Ja, wat ik weet van voorgaande jaren is dat het ook vooral om materialen gingen die werden uitgewisseld. En nu zat het veel meer op de kenniscomponent eigenlijk, het delen van kennis en het uitwisselen van kennis. Van vandaag is eigenlijk om te kijken, alle maatschappelijke organisaties zijn hier vertegenwoordigd. En de hoop is dat wij daar een hele mooie kruisbestuiving kunnen laten plaatsvinden. Vorig jaar hebben we ook deelgenomen. Toen hebben de kinderen van de buitenschoolse opvang kerstversiering gemaakt voor een initiatief van 2 jongens die kerstbomen bij ouderen gingen plaatsen die eenzaam waren. Dus dat was ook al een hele leuke meet and match, zeg maar. De verbinding is heel sterk. In die zin dat er allerlei zaken te berden kwamen waar we elkaar eigenlijk al heel goed mee konden helpen. Dus ja, dat was al meteen een match. Vereniging Versterken Helmond te promoten. Dat doen we samen overigens met de LEF-groep en met JIF, met Communitiers en met de Rabobank. En het platform is een platform op Facebook waarin wij als vereniging vrijwilligers verbinden. En je kunt daar gewoon lid van worden, dus meld je vooral aan op Facebook. En wat kun je daar vinden? We wisselen goederen met elkaar uit, we wisselen kennis met elkaar uit, netwerk. Als je vragen hebt kun je die daar stellen en dan krijg je van andere vrijwilligers antwoord. Ja, het heeft mij zeker iets opgeleverd om nieuwe contacten weer op te doen en organisaties te leren kennen die met hetzelfde probleem zitten. Met name richting het werven van nieuwe vrijwilligers. En hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers binnen, in onze branche, binnen de sportclubs en sportverenigingen behouden worden.